Goedemiddag, dames en heren, vrienden van het Alle Pierson en vrienden van de Universiteit van Amsterdam. Ik ben Emiel Schrijver, ik ben de algemeen directeur van het Joods Historisch Museum, het Joods Cultureel Kwartier hier in Amsterdam. Ik ben daarnaast ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Maar het voelt voor mij niet alleen daarom als een thuiswedstrijd om u vandaag mee te nemen naar de collecties van Alle Pierson en in het bijzonder naar een aantal topstukken van de Bibliotheca Rosenthaliana, want ik heb zelf ook in totaal 20 jaar in die Rosenthaliana mogen werken voordat ik bij het Joods Historisch Museum algemeen directeur werd. Dus het is voor mij best bijzonder over datgene wat toch nog steeds mijn vak is, de geschiedenis van het Joodse boek en de geschiedenis van het Joodse cultureel erfgoed, te vertellen op de plek waar ik, waar ik eigenlijk begonnen ben. Die Rosenthaliana is de kern daarvan is een schenking uit de 19e eeuw. 1880 werd de bibliotheek van de rabbijn geschonken aan de stad Amsterdam. En eigenlijk sinds die tijd vormt die kerncollectie van die Rosenthaliana 6000 fantastische Joodse, goed deels Hebreeuwse boeken, het hart van de Joodse cultuurgeschiedeniscollecties van Alle Pierson van de Universiteit van Amsterdam. Het is niet toevallig dat een dergelijke roemruchte bibliotheek zich in Amsterdam bevindt. Ten eerste heeft Amsterdam natuurlijk een rijke Joodse geschiedenis. Amsterdam heeft ook een rijke traditie van het binnenlaten van grote groepen Joden. En de stukken die ik u wil laten zien, die hebben eigenlijk alles te maken met de geschiedenis van de Portugese Joden in Amsterdam. Portugese Joden genoemd worden, hoewel er best wel veel Spaanse Joden tussen zaten. Dat is de groep Joden die aan het einde van de 16e eeuw in Amsterdam landen. Die aan het einde van de 16e eeuw, aangetrokken door de enorme economische potentie van het groeiende Amsterdam, aangetrokken werden om hier ten eerste, denk ik, hun handelsrelaties te kunnen inzetten om deel uit te gaan maken van de grote internationale handelsnetwerken die er waren, maar zeker ook aangetrokken door de vrijheid van denken die er in Amsterdam heerste en door de hoop die ze koesterden en die uiteindelijk ook bewaarheid werd, zei het niet helemaal vanzelf, dat ze hier zich in Amsterdam in vrijheid zouden kunnen vestigen. En die vrijheid, daar waren ze naar op zoek omdat ze een eeuw eerder, aan het einde van de 15e eeuw, 1492, uit Spanje verdreven waren, omdat ze degenen die naar Portugal gevlucht zijn, in 1495 ook weer uit Portugal verdreven waren. Ze zijn naar Noord-Afrika gegaan, ze zijn naar Italië gegaan, ze zijn naar de Balkanlanden gegaan en ze zijn uiteindelijk ook via Zuid-Frankrijk in de richting van Noord-Europa gegaan. En uiteindelijk, een eeuw later, laten we het niet vergeten, geland in Amsterdam. En die vroegste vestiging, dat waren alleen maar deze groep Joden. Dat waren nog niet de Joden uit de Duitse landen, dat waren nog niet de Joden uit Polen, uit Oost-Europa. Want die kwamen pas in de loop van de jaren 40 van de 17e eeuw erbij. En dat was een veel grotere groep. Dus het is een belangrijk centrum en een van de grote vrijheden die de Joden in Amsterdam natuurlijk genoten, was de vrijheid van drukpers. Ze konden drukken wat ze wilden. En er was al wat geëxperimenteerd in Amsterdam met Hebreeuwse boekdruk, maar vooral door hugenoten. En op 1 januari 1627 was het Manasseh ben Israël, een bekende rabbijn hier in het Amsterdamse, nog geboren in Lissabon in 1604, die als jonge man, net 23 of misschien zelfs nog wel 22, op 1 januari 1627 het eerste door een Jood gedrukte Hebreeuwse boek in Amsterdam produceerde. En die Rosenthaliana, die Joodse collecties hier bij Alle Pierson, die heeft zich vanaf het moment dat die collectie zich in Amsterdam bevond, de conservatoren hebben zich toegelegd op het verzamelen van boeken die vooral die Amsterdamse Joodse cultuurgeschiedenis en die Nederlandse Joodse cultuurgeschiedenis vastleggen. En dat heeft geleid tot een collectie boeken die inmiddels geldt als misschien wel de grootste op dit terrein op het vasteland van Europa. Waarom zeg ik dat? Ik zeg op het vasteland van Europa, omdat de collecties in de Bodleian Library in Oxford en de collecties van de British Library in Londen, denk ik wel groter zijn en misschien zelfs ook kwalitatief wel beter zijn dan de collectie hier. En ik zeg misschien, omdat we eigenlijk ook niet zeker weten of de Rosenthaliana wel de grootste collectie
Joodse boeken op het Europese vasteland is. Maar een van de grappen die we daaraan koppelen is, zolang niemand zegt dat het niet klopt, zeggen wij dat het wel klopt. Dat is een mooi verhaal. Het is een belangrijke collectie die, nou ja, die eigenlijk onafgebroken, of bijna onafgebroken in Amsterdam bewaard is, natuurlijk met één korte onderbreking in de Tweede Wereldoorlog, toen de collectie geconfiskeerd is door de bezetter, maar uiteindelijk na de oorlog redelijk onaangeroerd, zij het met hier en daar wat kogels van Amerikaanse soldaten die na afloop van de bevrijding de magazijnen binnenrenden waar de boeken zich bevonden, maar voor de rest redelijk ongeschonden, is overgedragen, weer teruggegeven aan de Universiteit van Amsterdam. Die boeken hebben we nu hier en die boektraditie die is hier op een hele goede manier in Amsterdam belegd. En ik wil een paar stukken laten zien die laten zien wat er nou eigenlijk misschien wel het bijzonderst was aan dat Amsterdamse. Die Amsterdamse Joodse boekproductie die beperkte zich niet tot de boekdruktechniek. Die beperkte zich niet tot het drukken van boeken, maar die hechtte ook een enorm belang aan het schrijven met de hand. Wij denken vaak dat het schrijven met de hand goed deels verdwenen is met de uitvinding van de boekdrukkunst in de loop van de 15e eeuw, midden van de 15e eeuw. Maar niets is minder waar. We hebben nog tienduizenden manuscripten over in het Hebreeuwse schrift, maar ook in andere schriften die door Joden geschreven zijn toen er ook al gedrukt kon worden. En de Joden hadden dus de keuze om te schrijven of om te drukken. En die keuze die werd bepaald door de toepassing die zij zagen voor het object dat ze maakten. Als je iets wil dat je gedachten zich snel verspreiden, dan ga je drukken. Als je wilt dat je gedachten zich snel in de hele Joodse wereld verspreiden, niet alleen in Amsterdam, dan ga je drukken. Maar als je wilde dat iets een speciale gelegenheid markeerde, als je wilde dat een bepaald gedachtegoed misschien niet het hele grote publiek bereikte, maar slechts een veel kleinere kring van intimie, of gewoon als je iets moois wilde maken, dan besloot je om dat met de hand uit te voeren. En dat gaf emplooi aan kalligrafen. Dat gaf emplooi aan mensen die nog mooi Hebreeuws schrift, maar ook Spaans en Portugees en Nederlands konden schrijven. En het gaf emplooi aan kunstenaars die ook werkten, niet alleen voor die kalligrafen, niet alleen voor die opdrachtgevers, maar ook voor drukkers. En die vaak ook van dezelfde mensen waren die de kopergravures maakten die in de gedrukte boeken gebruikt werden. Dus er is een hele actieve interactie tussen Joodse en niet-Joodse. Tussen Joodse kunstenaars en Joodse handschriftkunstenaars en drukkers. En ook wel een beetje tussen de Joodse wereld in Amsterdam en de niet-Joodse boekproductie in Amsterdam. Nou, een aantal van de objecten hier in de Rosenthaliana die dat hele bijzondere met de hand vervaardigen van objecten betreft, die liggen hier. En een van de stukken die ik hier als eerste wil laten zien is een groot blad. Een van de aardige dingen, of een van de onaardige dingen eigenlijk van het digitale, is dat alles even groot is. Namelijk zo groot als uw beeldscherm. Dit is een behoorlijk groot blad. Dit is 50-60 centimeter hoog. Het is letterlijk één perkamentenhuid. En het bevat de tekst van de 10 geboden. De 10 geboden die natuurlijk het uitgangspunt zijn van de Joodse religie, net zo goed als het uitgangspunt zijn van de christelijke religie. En die 10 geboden die zijn geschreven in prachtig Hebreeuws schrift dat ook gebruikt werd in de gedrukte boeken. En het is geschreven door een Amsterdamse kunstenaar, waarschijnlijk niet een Portugese Jood, waarschijnlijk een zogenaamde Ashkenazische, Hoogduitse Jood, die dit geschreven heeft. Maar hij heeft wel de rangschikking van de 10 geboden, hier en hier, die rangschikking van die 10 geboden ingericht op de manier waarop dat ook het geval is in de Portugese synagoge. Die beroemde Portugese synagoge hier in Amsterdam, een van de mooiste gebouwen van Amsterdam, geopend in 1675. Daar is sprake van een hele bijzondere rangschikking van de 10 geboden boven de Heilige Ark, boven de Hegal, de tempel in die synagoge. En de rangschikking van die 10 geboden die is hier herhaald op dit bijzondere stuk, dat verder eruit ziet zoals heel veel van dat wonderschone kalligrafische materiaal uit die Portugese gemeente in Amsterdam eruit zag. Voorzien van bloemenranken, voorzien van een klein vlindertje, voorzien van een kroon, de kroon van de Keter Torah, de kroon van de Torah, de kroon van de eerste 5 boeken van het Oude Testament en eigenlijk die de kern uitmaken van het Joodse religieuze leven. Dus die 10 geboden zijn de kerntekst in die Torah,
En deze kroon, dat is de kroon van de Torah. Er zijn andere kronen. Er is de kroon van het koningschap. Er is de kroon van het priesterschap. Er is de kroon van de goede naam. Maar op dit object is die kroon van de Torah, de kroon van de eerste vijf boeken van het Oude Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Die kroon die is hier heel prominent op aangebracht. Waar hing dit? In een zijruimte van de synagoge bij een bijzondere persoon thuis. We weten het niet. Het hing in ieder geval prominent in het zicht. En het is gemaakt natuurlijk voor de bovenlaag, voor de bourgeoisie, voor de rijkere bovenlaag van die gemeente, die altijd betrokken was bij die productie van boeken, die altijd betrokken was bij die productie van schone objecten. En een ander object wat daar in het verlengde van ligt, dat ik eigenlijk nog wel liever met u zou willen delen, is een gedicht. Ik denk dat het zo wel kan, ik zal het wel goed houden, want het moet voor mij omgekeerd. Is een gedicht dat, waarin het Hebreeuws staat, Otot Ha'ava. Tekenen van liefde. Otot Ha'ava, dat staat hier. Tekenen van liefde. En dat is een gedicht dat gemaakt is ter gelegenheid van een huwelijk in het midden van de 18e eeuw van leden van de familie de Sierra de Matos en van de familie Jiménez. Twee Portugees-Joodse families, van wie de nazaten overigens nog in Amsterdam wonen. De nazaten van deze familie die weten dat dit object bestaat. En het is een gedicht wat gemaakt is door een dichter die heette Chiproet de Gabay. Een wonderlijke naam. En deze dichter die is bekend, die heeft meer van dit soort gelegenheidsgedichten geschreven. En dat is een ander aspect van die cultuur, van die boekcultuur. Er werden bij huwelijken werd niet alleen een dergelijk prachtig object gemaakt, maar bij een huwelijk werd ook een mooi gelegenheidsgedicht gemaakt. En dat is wat we hier zien. En dat heeft, ja, dat staat ook een beetje in de rederijke traditie, de rederijke rijtraditie, misschien in Nederland is wel anachronisme, maar u begrijpt wat ik bedoel. De behoefte om mooi dichtwerk te maken bij een gelegenheid. Nou, dit was het object wat ging naar het huwelijkse paar. Het echtpaar heeft dit object gekregen. Dat gedicht dat maakt natuurlijk indruk op iedereen. En daarom werd er voor de bezoekers van het huwelijk, werd hetzelfde gedicht ook nog eens een keertje gedrukt. En die bibliotheek Rosenthaliana bezit ook dat gedrukte object. Dus dat gedrukte object, dat zien we hier. Dus wat is hier nou gebeurd? Hier is sprake van een interactie tussen de elites, tussen de culturele elite, de kunstenaars, de makers van een dergelijk object, die dit soort objecten willen zien. En het gegoede publiek dat zich daar bij dat huwelijk bevond. En dat gegoede publiek dat niet alleen kon genieten van dat huwelijksgedicht op het moment dat het werd voorgelezen, maar dat ook dat huwelijksgedicht vervolgens mee naar buiten kon nemen. En om nog eens een keertje terug te gaan naar natuurlijk het veel mooiere object. Dat werd ook niet zomaar geïllustreerd. We zien hier datzelfde hele intensieve gebruik van bloemranken. Datzelfde hele intensieve gebruik, ook weer van die kroon overigens, van een vaas. We zien hier de twee zuilen, misschien wel Rut en Boas, dat weten we niet zeker. Maar er zit allerlei Bijbelse symboliek in dit soort poëzie. En die poëzie is vaak ook geïnspireerd door het Bijbelse Hebreeuws. Dus er was een sterke neiging bij deze dichters om zich te baseren op het Hebreeuws van het Oude Testament. Dat immers gezien werd als de ultieme uitingsvorm van die Hebreeuwse taal. Maar diezelfde gemeenschap bediende zich dus ook van Nederlands, bediende zich ook van Spaans, bediende zich ook van Portugees. Maar in de religieuze dienst, op een religieus moment als het aangaan van een huwelijk, speelde dat Hebreeuws een hele, natuurlijk de prominentste rol. En deze kwaliteit, die treffen we zelden aan. Als we dit soort kwaliteit aantreffen, en er is nog een aantal andere stukken in de bibliotheek Rosenthaliana, in het Joods Historisch Museum, ook in de bibliotheek Etz Chaim, een bibliotheek in de Portugese synagoge in Amsterdam, die de oudste Joodse bibliotheek ter wereld is, ook in Amsterdam, meer dan 400 jaar oud. Daar bevinden zich die stukken en elk van die stukken heeft dit soort karakteristieke bloemversiering in de randen. Die karakteristieke stevige Hebreeuwse letter,
die niet geschreven werd met een ganzenveer waarschijnlijk, maar met een rietpen. Deze stevige Hebreeuwse letter, die zo karakteristiek is voor het Amsterdamse. En die in de hele Joodse wereld ook herkend werd als een Amsterdamse letter. Maar hij is eigenlijk identiek aan de letter, de Hebreeuwse letter, die voor de verdrijving van de Joden, aan het einde van de 15e eeuw, door de Joden in Spanje gebruikt werd. En dat is misschien het laatste wat ik kan zeggen. Dan kruip ik weer voor uw camera. Het laatste wat ik hierover kan zeggen. De traditie van die Portugese Joden hier in Amsterdam, om zo te illustreren als ze illustreren. Om zich in de vorm van een schrift ook te identificeren met het Jodendom van voor de verdrijving uit Spanje. Voor dit enorme schisma in de Joodse geschiedenis. Dat moment voor de verdrijving van de Joden uit Spanje en het moment na de verdrijving uit de Joden uit Spanje, van de Joden uit Spanje. Zoals we dat nu in de 20e eeuw kennen van de periode voor en na de oorlog. Dat was net zo groot. Er werd een enorme groep Joden verdreven, ofwel gedwongen om christen te worden, ofwel verdreven om wie ze waren. En dat schisma heeft, dat moment van verdrijving, heeft de Joodse gemeenschap die dat betrof, tot in lengte van eeuwen letterlijk bepaald. En het is zelfs nu nog zo dat Spanje en Portugal mensen die kunnen aantonen dat ze nazaten zijn van die verdrevenen, inmiddels nog de gelegenheid geven om de Spaanse of Portugese nationaliteit aan te nemen. Dus dat is ook een erkenning, maar dus eeuwen na dato, van die identiteit. En wat belangrijk is, is dat ze voelden zich Joden. Ze hebben hier een eigen Joodse, nieuwe Amsterdams-Spaans-Portugese identiteit aangemeten. Maar ze vonden zichzelf ook Spanjaarden. Dat waren mensen die in de handel, in de internationale handel betrokken waren bij de suikerhandel, die in de nieuwe wereld handelden, mensen die gebruik maakten van een handelsdriehoek, Amsterdam, Porto, nieuwe wereld, mensen die een hele belangrijke rol gespeeld hebben in de groei van Amsterdam, van de stad Amsterdam als metropool, als handelscentrum van Europa. Maar ze hadden dus continu die dubbele identificatie. Ze waren Spanjaard op het moment dat ze Spanjaard wilden zijn, hadden ook een Spaanse naam. Ze waren Jood op het moment dat ze zich in de vrije ruimte het gevoel hadden, of binnen hun gemeenschap het gevoel hadden dat ze zich als Jood konden manifesteren. En ze waren Nederlander op het moment dat ze uitkwam. En ze waren Europeaan op elk willekeurig moment een wereldburger. Dat is belangrijk aan deze gemeenschap. En die kunstvormen, die zijn ook goed deels geïnspireerd op wat er nog steeds in Spaanse kringen was. Niet iedereen was naar Nederland gegaan. Er woonden nog Joden, familieleden in Spanje. Er woonden nog bekeerde familieleden in Spanje. En ze waren alles tegelijk. Spanjaard, Nederlander, Jood, Europeaan, wereldburger. Nou, als dat is wat er is blijven hangen van deze drie mooie objecten, dan hoop ik dat u dat meeneemt. Het schijnt tegenwoordig een takeaway te moeten heten. Ik weet ook niet waarom. En ik weet dat er volgende week weer een nieuwe verrassing uit de collecties van Allard Pierson de kant op komt. Ik dank u heel hartelijk voor uw aandacht. En komt u zo snel mogelijk weer eens een keertje kijken op al die mooie plekken in Amsterdam waar dat Joods culturele erfgoed te bewonderen is. Dank u wel. Nou, bedankt voor dit mooie verhaal en de mooie objecten die we hebben mogen bekijken. Er zijn ook nog een aantal vragen binnengekomen in de chat. Als u zelf nog vragen heeft, dan kunt u die stellen of in de chat of in de Q&A onder een nieuw scherm. En de eerste vraag gaat over de naam van de bibliotheek. Die noemde u aan het begin al kort. Maar mensen vragen zich af of nog iets meer kan toelichten over de naam. Waarom heet het eigenlijk de Bibliotheca Rosenthaliana? De kern van de Bibliotheca Rosenthaliana is een schenking van een kleine 6000 boeken die toebehoord hebben aan lezer Rosenthal, Eliezer Rosenthal, dat werd dan vaak in het Jiddisch lezer. Ik vind lezer ook wel mooi om als schrijver met de bibliotheek van lezer belang te hebben kunnen bezighouden. Lezer Rosenthal was de belangrijkste verzamelaar van Joodse boeken in het 19e eeuw in Duitsland. In 1868 overleden. Hij verkeerde in de gelukkige omstandigheid dat hij met geld van zijn schoonfamilie zich hoofdzakelijk aan zijn studies kon wijden en aan zijn werk als geleerde kon wijden. En zijn bibliotheek gold als de belangrijkste in het 19e eeuwse Duitsland. En eerst hebben de erven Rosenthal, die goed deels in Amsterdam woonden inmiddels, geprobeerd om die, hij zat zelf in Hannover,
geprobeerd om die collectie te verkopen. Dat is niet gelukt. En uiteindelijk hebben ze in 1880 als daad van emancipatie die collectie geschonken aan de stad Amsterdam. Zoals de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam ook in die tijd veel meer collecties die verweest begonnen te geraken heeft opgenomen. En een heel belangrijk deel van wat er nu die collecties van alle Pierson uitmaakt is in die enkele decennia hier in de bibliotheek geland. Dankjewel. Er zijn daarnaast nog een paar vragen gesteld over de makers van deze mooie objecten. Schreven die bijvoorbeeld ook in het Spaans? Of zijn er voornamelijk dingen in het Hebreeuws? Nee, ze schreven, we weten zeker dat die dat het belangrijkste, de echte kalligrafen, dat is meer een fenomeen van de 17e en de vroege 18e eeuw. En die echte kalligrafen, dat waren mensen, die hebben we zelfs ook in de Rosenthaliana voorbeelden van elk van de schriften, een show of hands noem je dat in goed Nederlands. Een overzicht, een blad bijvoorbeeld waarop alle soorten schriften staan die ze konden schrijven. En dat liep van Syrisch naar Arabisch, naar alle mogelijke Latijnse schriften. En heel veel van de polemische teksten die de Joden schreven, dus de teksten die in polemiek met het christendom bijvoorbeeld als inhoud hadden, die werden in het Spaans geschreven. Dat was of in het Frans zelfs. En bijvoorbeeld als dat ook met hugenoten te maken had. En die werden, omdat die niet per se via de drukpers verspreid zouden moeten worden, werden die met de hand geschreven door die kalligrafen. Dankjewel. En een vraag die daar misschien ook al een beetje bij aansluit. Die versiering van bloemen. Een van de kijkers merkte op dat in de islamitische traditie ook een trend van versiering met bloemen is. Speciaal de tulp. Zou je dat duiden als toeval of is dat een culturele parallel? Het is een culturele parallel, maar er is geen band tussen de twee. Dus het is niet zo dat deze groep mensen geïnspireerd was door die Arabische traditie. Het is wel zo dat de tulp zo populair was dat hij in verschillende culturen op hetzelfde moment populair was. Wat wel belangrijk is om te benoemen is dat de smaak van de Joodse groepen in Europa is over het algemeen ongelooflijk conservatief. Dus als wij denken in termen van bijvoorbeeld barokke kunst en rococo kunst en we hangen daar de jaartallen aan die we kennen van de niet-Joodse, de christelijke kunstgeschiedenis, dan kun je daar gerust 30, 40 jaar bij optellen voordat dat soort tradities uiteindelijk in die Joodse kunst landen. Dus die is heel conservatief en dat maakt de datering van dit soort objecten lastig. Maar deze stukken zijn beide uit het midden van de 18e eeuw. En nog een vraag over de bloemen. Zijn het voornamelijk fantasiebloemen of zijn het allemaal bloemen die we echt kunnen herkennen? Ik ga ervan uit dat het bloemen zijn die we allemaal kunnen herkennen. Hoewel mijn kinderen nu heel hard beginnen te lachen, omdat ze weten dat ik die bloemen niet zal herkennen. Maar het is wel, er zijn wel pogingen gedaan. Helemaal goed. En even kijken wat er nog binnenkomt. Iemand vraagt of er ook geschriften van Baruch de Spinoza aanwezig zijn in de Rosenthaliana. Wel gedrukt. Dus er is heel weinig in handschrift van Spinoza. Dus de Rosenthaliana heeft een van de belangrijkste collecties Spinozaniana in de wereld. Vrijwel alle belangrijke edities die we hebben, die zijn aanwezig. Niet alleen overigens in de collectie van de Rosenthaliana, maar ook in de collectie van Alf Pierson in zijn geheel. Dat is sowieso wel belangrijk. Het was natuurlijk wel zo dat die voorlopers van onze huidige universiteitsbibliotheek en daarmee de voorlopers van Alf Pierson ook wel gewoon vanuit een humanistische overtuiging geïnteresseerd waren in Jodendom. Dus heel veel materiaal was hier ook al voordat de Rosenthaliana geschonken werd. Dus één brief aan Lodewijk Meijer, een originele brief van Spinoza aan Lodewijk Meijer. Eén van twee handen vol, nog niet eens twee handen vol, of er 14 of 15 brieven van Spinoza bekend zijn. Eén van die brieven is hier, is door mijn voorganger Adrie Offenberg ooit uitgegeven. Dit is een belangrijke plek om over Spinoza te leren. Dan hebben we nog één laatste vraag. En als u een vraag heeft gesteld in de chat of in de Q&A, of als u straks nog een andere vraag bedenkt waar u graag antwoord op wil, dan kunt u dat mailen naar info@allardpierson.nl. En dan zorgen we dat u daar antwoord op krijgt. En de laatste vraag, wat is het verschil tussen de Bibliotheca Rosenthaliana en de Etz Haim Bibliotheek? De eigenaar. Dus de Bibliotheca Rosenthaliana is eigendom van de
Van Aller Pierson van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Het Schahim is eigendom van de Stichting Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlitische Gemeente. Wordt beheerd door de Stichting Joods Historisch Museum. En maakt deel uit van het complex van het Joods Cultureel Kwartier dat ik in de dagelijkse praktijk leid. De twee collecties zijn complementair. De Rosetaliana zijn zo'n 100.000, 120.000 stukken, hangt er een beetje vanaf hoe je telt. De collectie van Het Schahim zijn zo'n 30.000 stukken. En Het Schahim is vooral een Portugees-Joodse bibliotheek, want het was de bibliotheek van de opleiding en van de school van die gemeente. Maar heeft ook heel veel Hoogduitse stukken. De Rosetaliana is vooral een Hoogduitse bibliotheek, maar heeft, zoals ik net heb laten zien, ook heel veel Spaanse en Portugese stukken. We zijn goede collega's. Mooi, dan denk ik dat we aan het einde gekomen zijn van deze lunchafspraak. Ik vond het mooi om u te hebben mogen toespreken. Ik denk dat een mooie traditie is dat Aller Pierson in zo'n korte tijd zo intensief u kan laten kennismaken met de objecten die hier bewaard worden. Ik herhaal mijn oproep. Kijkt u volgende week weer en komt u zodra het weer mag.